Misschien dat met een beat eronder of iets, als ik die hele pokoe hoor, dat ik ga denken van, echt, dit is wel hard, maar hoe ik het zo lees. Dit is de ongewone nomer, wat fijn dat jullie online zijn. Dit zijn 5 lines in je tijdlijn. Op primetime. 5 lines in de primetime. Style time. 5 lines van een rijmbrein. 5 lines. 5 lines moet je bij zijn. 5 lines. Dit is 5 lines. Met deze sessie de 5 lines van... Yes, hele hele Fatah is hier. Welkom bij 5 Lines. Dit zijn 5 lines in je tijdlijn. Op primetime. 5 lines moet je bij zijn. 5 lines. Ik heb jou niet nodig, ik heb jou niet nodig. De vragen die je stelt, die zijn overbodig. Bedragen die ik tel, maken het leven mooier. Ik leef dagelijks in spel, de staat ziet ons als gooiers. Ik hoef niet te stressen meer over een rode. Maar zijn mijn zakken leeg, ga ik over de rode. Deze sessie zit hem ergens in het slagveld. De battlefield. Ja, dus wanneer je gewoon een dope verse hebt geschreven, een goede 16, alles klopt, rijmschema klopt. Er moet inhoud in zitten. Tekst zonder inhoud is net als een leeg glas, weet je. Voor wat schrijf je die tekst dan? Ja, verschilt. Eigenlijk... Elke keer als ik wat uitbreng, word ik zeg maar aangesproken op iets wat recent is uitgekomen. Bijvoorbeeld nu laatst met de 101 bars krijg ik denk ik wel de meeste lijn die ik te horen krijg is... Zoveel lullen in je kut, waarom 300 gram niet? Ja. Dan denk ik wel zeg maar de persoonlijke lijns. Bijvoorbeeld, ik vond structuur om 5 keer per dag te bidden. Het geheim om de pijn te verzachten in me. Je weet, ik gun iedereen, voor mij mag je winnen. Je vraagt je af waarom wij het leven vinden. Van wat geschreven staat ga je nooit de dans ontspringen. Dit is leven en ik kan alleen maar accepteren. Het zijn gewoon feiten waarmee ik in het dagelijks leven word geconfronteerd. Ja, rappers gewoon die inhoudelijk sterk komen. Noem een lijpen op. Laatst die track van Boef, die persoonlijke track van hem, vond ik ook wel echt een harde track. Ja, Para hebben jullie nu nog niet veel van gehoord, maar Para Mokro, ik heb een paar tunes van hem gehoord die eraan gaan komen. Ook eng. Ja man. Zijn maar op één hand te tellen helaas. Nee, er is niet echt een lijn wat... Je weet toch, een lijn speelt zich af in iemands hoofd. Ik ken niet in iemands hoofd, zijn hoofd, zijn hersenen, begrijp je? Er zijn wel natuurlijk lijns waarvoor ik waardering heb van zo, hey, dik man. Maar het is niet echt iets van wat ik zou willen van, hey, ik zou die moeten geschreven hebben. Ja, dan denk ik toch wel die van 50 man. If I ain't rich by 26, I'll be dead or in jail. Die heeft wel vaak door mijn hoofd heen, gespeeld, man. Van, hé, ik moet even stappen gaan ondernemen nu, man. Ja. Als ik wil, ga ik met haar naar bed. Zij wordt stapel gek als ik een stapel trek. Niet zo één die de tafel dekt, maar blij is als je wat op de tafel legt. Ik ben geen Dagobert, ik ben op straat bekend. Verdien er niks aan als je aan me denkt. En wat weet je van dit als je daar niet bent? Tuurlijk ken ik deze man. Fuckshowtjes ben ik met hem naartoe geweest. Ik heb zelfs deze gebekte keertje voor hem. Dit is lijpen, ja. Het is wel 4 van de 5. Mooie wordplay. Rijmschema, weet je. Het is gewoon... ja, 4 van de 5. Af en toe gaat het minder, maar nooit zie je me kapot. Niemand hier die me kan breken, broer, behalve God. Je vraagt je af wie me stopt, maar diegene bestaat niet. En ik haat die fucking Joden nog veel meer dan de nazi's. Broeder, shit van jou kan niet, maar het is niet eens funny. Maak een boek met je teksten en noem het Rappen voor Dummies. Deze komt ook wel bekend voor, man. Het is Ismo, toch? Ja, eenmans volgens mij, als ik me niet vergis. Is ook... Zou het ook wel 3,5 à 4 geven. Waarom? Is ook wel persoonlijk, weet je. Niemand hier die kan me breken, broer, behalve God. Je vraagt je af wie me stopt, maar diegene bestaat niet. En ik haat die fucking Joden nog veel meer dan de nazi's. Ja, die lijn is wel problematisch opgevangen door bepaalde
door bepaalde mensen. Ik kwam op ponies of zo, zag ik ook. Maar ja, sterke vers ook. Gaat er ooit een dag heen dat ik niet aan je denk? Moet ik wel erkennen aan wat voor klootzak ik ben? Nu ben je weg, je kon niet eens wachten. Als een poester, je laat iets achter. Wat ben ik, een loser of stakker? Troebele sloeber in een groep oele wappers? Ja, ik zelf kan me hier niet mee associëren of iets, begrijp je? Maar ja, wat moet ik hierover zeggen? Het is wel een rijmschemaatje op zich. Het is misschien ook zijn persoonlijke belevenis. Ja, ik geef het wel een 3. Wie is dit eigenlijk? Ja, het is een beetje te persoonlijk naar vrouwen toe, begrijp je? Ik ben niet zo naar vrouwen toe. Als een poester, ben ik een loser of stakker? Ik kan daar niet mee associëren, maar ja. Ik kom dichterbij, ik kom dichterbij. Na mijn 101 was jij niet zo blij. Zelfs in jouw dis stel je lijns van mij. Ik ben altijd op de loer en hou het groener dan een boer. Je hebt die nummers in de charts, maar verkoopt geen kaartjes voor je tour. Dit is Moola, dis naar Verena. Ik geef deze ook wel een 3,5. Die track vind ik wel dik. Zeg maar die beat en zeg maar het gehele plaatje zou ik hem wel een 4 geven. Maar als ik echt kijk naar zeg maar lines en rijmschema's, dan zie ik dichterbij, niet zo blij, lines van mij, loer, boer, tour, begrijp je? Op basis daarvan geef ik hem gewoon een 3, 3,5. Maar zeg maar, heeft hem wel, zeg maar, die track is wel zeg maar een 4, 4,5. Zeg maar. Ga je ook staan waar ik sta? Heb je ook gedaan wat ik doe? Of ga je ook doen wat ik doe? Blijf wel jezelf als je bent met je crew. Je bent mijn babyboe. Doe niet shaky, je bent true. Ik ben een chick. Of moest het zijn, ik ben geen chick. Ik ben een chick, maar een biggie dagu. Mino mek grap, mino lafu lafu. Ja, ik geef dit 2,5, 3. Waarom? Het pakt me niet, gewoon persoonlijk, ik zeg je eerlijk. Weet je? Misschien dat met een beat eronder of iets, als ik die hele pokoe hoor, dat ik ga denken van, dit is wel hard, maar hoe ik het zo lees. Misschien komt het ook door mijn intonatie, hoor. Oké. Ja, hij is een vrouwelijke artiest dan, hè. Dan moet ik hem niet zo... Ik denk zo, zeg maar vanuit een man. Ik denk een mannelijke rapper, weet je. Ik ben een chick, maar een biggie dog. Ik denk, fuck, je weet toch? Oké, dat is wat dope, man. Dit zijn 5 lines in je tijdlijn. Op prime time. 5 lines moet je bij zijn. 5 lines! Yes, vandaag was hier bij 5 lines. Abonneer allemaal. Ma'assalama.